Ik ben Cor Kuiper. Ik ben een van de leden van het bestuur van de afdeling Twente van de KVLO. En ik heb jarenlang de Twente daar waar we vandaag zijn georganiseerd. En wat beogen die dagen eigenlijk? Beogen die dagen zijn studiedagen voor vakkenkracht en bewegingsonderwijs. Waar dus zowel mensen van het voortgezet onderwijs als van het primair onderwijs bijscholingen doen. Ze kunnen een keuze maken met een hele hoop workshops waar ze heen gaan. En het is gewoon de vakkennis bijhouden. En die vakkennis houdt in vernieuwingen, moet ik dat zeggen? Vernieuwingen. Er zijn workshops die echt ingaan op de vernieuwingen. Morgen zijn er een aantal workshops trendsporten waar we gekeken wordt van wat nu in is om dat te gaan doen. Maar ook herhalingen van wat we vroeger de jaren hebben gehad en waar dan misschien net even een andere blik naar gekeken wordt. Vandaag is er een workshop atletiek, dat is hier achter op het veld. En er zijn toch nieuwe ideeën die daar zijn. Mm-hmm. En die willen we dan ook graag laten. Maar zijn dit allemaal gymnastiekleraren? Allemaal gymnastiekleraren. Heten ze tegenwoordig nog zo? Nou, wij noemen ze gymnastiek vinden wij eigenlijk niet meer een goede term. Dat is een oude term. Wij praten graag over bewegingsonderwijs, want dat omvat meer dan alleen de gym die wij geven. Ja. Dus in de loop der jaren is er heel veel veranderd? Er wordt op een totaal andere manier lesgegeven. Vroeger was het allemaal klassikaal en tegenwoordig is het allemaal opgeroepen of met vrije werken. Maar in ieder geval, er wordt op een totaal andere manier lesgegeven dan vroeger. Maar is het nog een bijvak of zo? Of? Nee, voor sommigen vinden dat wel, maar wij vinden allemaal dat het een hoofdvak is. En het wordt ook steeds belangrijker gevonden door de scholen, dat het vak op een goede manier gegeven wordt. Okay. Het leeft meer dan zeg maar een paar jaar geleden nu? Ja, omdat mensen op dit moment ook zien dat de bewegingsarmoede toch zijn gevolgen heeft. Ja. Je ziet gewoon dat wij zien op scholen zien we ook dat de resultaten van de testen en dat het gewoon achteruit gaat. En vandaag stond er ook nog weer een stuk in de krant van dat er dan een onderzoek is geweest waaruit blijkt dat inderdaad de motorische ontwikkeling van de kinderen gewoon achterblijft. Gewoon puur en alleen omdat ze te veel met digitale dingen bezig zijn en te veel op de bank zitten. Ja. En veel te weinig meer buiten spelen. Ja. Dat is ook een van de redenen dat wij een enorme voorstander zijn van meer bewegingsonderwijs, met name in het primair onderwijs en dan vooral door de vakkenkrachten.